jullie filmen vertrekken zelf of moeten wij het voor u regelen? Maandag lieten enkele fans op de hechtgang al weten wat ze van de huidige situatie bij PSV vinden. Dinsdag kwam een groepje supporters met een megafoon naar de besloten training op de hechtgang. Vanmorgen is er een klein groepje van 5 supporters naar de hechtgang geweest. Die heeft het ongenoegen geuit over de gang van zaken. En daarop is een woordenwisseling ontstaan tussen spelers en fans. Wat is er gezegd? Ja, daar zijn wat termen, krachttermen gevallen die natuurlijk niet hadden moeten vallen. Er is vanuit de spelersgroep, Bruma en Brunet zijn erbij betrokken geweest. Bruma zou gezegd hebben, hou je bek tegen de supporters. Er zijn nog wat andere krachttermen gevallen. Dat is niet handig. Les 1 in betaald voetbal is dat je nooit met je eigen supporters, je kunt best met ze in discussie gaan, maar je moet nooit disrespect tonen richting je eigen supporters. En daarmee blijkt maar weer dat het jonge PSV, de jonge spelers binnen de ploeg, dat die nog binnen en buiten het veld heel erg veel moeten leren. Weer een minpuntje voor Cocu? Ja, en het is toch ook wel opmerkelijk dat dit dan weer bij PSV gebeurt. Hè? Dat toch al geteisterd wordt door incidenten de afgelopen jaren. Het vak van profvoetballer, dat houdt tegenwoordig veel meer in dan alleen maar presteren op het veld. Het houdt ook in dat je buiten het veld op een normale manier gedraagt. Je kunt je gewoon heel erg weinig veroorloven als profvoetballer. Alles ligt onder een vergrootglas. Hoe gaat PSV dit brandje blussen? Nou ja, we moeten het uiteindelijk ook allemaal niet groter maken dan het is. Er is een woordenwisseling geweest. Dat is dom. Die jongens beseffen dat natuurlijk een uur later zelf ook. Die denken ook, hoe heb ik zo stom kunnen zijn om dat te doen? Technisch manager Marcel Brands die heeft direct ingegrepen en gezegd, donderdag moet er een gesprek tussen die supporters plaatsvinden en Bruma en Brunet zullen daarbij zijn. Overigens was het ook zo dat een aantal spelers wel heel volwassen de discussie aangaf. Depay, Willems en ook Wijnaldum wel op een hele normale manier hadden gecommuniceerd met die betrokken supporters. Dus het is niet zo dat dat voor alle spelers geldt, maar een enkele speler is natuurlijk ook gefrustreerd door de resultaten. Ja, bij een topclub waar het slecht gaat, daar gebeuren dit soort dingen. Alleen nogmaals, bij PSV gebeurt dit wel te vaak. Hè. Die jongens moeten ook buiten het veld gewoon nog erg veel leren.